Weer of geen weer, Abe staat voor zijn eigen stadion en er binnen op de muur. Hij ziet vanavond dat zijn vroegere club Heerenveen aantreedt tegen Cambuur zonder één echte Fries. Pander geblesseerd, Houtuin geschorst. Saest en Ed Oors. In de 32e derby komen de opvolgers van Abe uit Roemenië, Nigeria, Polen, Marokko en Rotterdam. Nou, vooruit maar. In de geest van Abe. Waar kom jij vandaan? Ik kom uit Harkema. Dat is een dorpje achter Drachten hier in Friesland. En ben je dan voor Heerenveen of voor Cambuur? In de vroegere jaren was je voor Cambuur, maar dat is nu een beetje omgeslagen naar Heerenveen. Waar kom jij vandaan? Uit Leeuwarden. 30 kilometer vandaan. Ja, dat weet ik. Maar Leeuwarden, dat is nog levensgevaarlijk om dan in Heerenveen te spelen. Tegen Cambuur. Dat kan gevaarlijk zijn, ja. Als je je heel nadrukkelijk laat gelden, wel, ja. En als je mee mag doen? Als je mee mag doen, ja. Want jij niet, hè? Ik doe niet mee. Waarom niet? Ik kreeg mijn zesde gele kaart tegen de Graafschap, dus ik doe helaas niet mee. Voorzitter, waar bent u geboren? In Bakkerveen. En ben je dan voor Heerenveen of voor Cambuur? In principe zijn wij altijd voor Heerenveen geweest, maar ik was ook supporter van Cambuur en ook van FC Groningen. Want we zitten precies in de driehoek tussen Groningen, Leeuwarden en Heerenveen. Je mag niet meedoen vanwege die schorsing. Maar als je nou de winnende zou hebben gemaakt, hoe is het dan de dag daarna in Leeuwarden? Nou, dat kan ik denk ik niet over straat verschijnen. Dat lijkt me beter niet. Hoe kan dat? Nou, want over het algemeen is het zoveel haat en nijd wel. Vooral tussen de sporters en de spelers valt het allemaal mee. Dat kun je beter niet doen. Wij hadden hier vroeger wel de spreuk van, ja kijk, als je dan toevallig, we werden eens een keer een jaar, geloof 17e in de eerste divisie. En toen zat het nog mee, want Cambuur werd 18e. Dus dat is er wel een beetje, maar nee, per saldo willen we graag iedere wedstrijd winnen. En dus graag ook van Cambuur. Arie die kaart hem op Boudewijn. En Arik staat even ongeveer de hoogte van de televisie. Ik ga er maar achter staan. En je gaat even achterlangs. Ja. Heerenveen Cambuur, wat is daar nou speciaal aan? Een streekderby, hè? Ja. Nou, liefst dat Heerenveen wint. Maar wat is daar nou anders aan? Ja, wat is er anders aan? Het is Die Leeuwarden, dat ben ik weet niet. Ja, het is een apart soort volk. Anders slaag volk dan hier. Ja. Maar dat vinden ze van u ook. De mentaliteit is er heel anders dan hier. Hoe dan? Ja. Hoe anders dan? Ja, ik weet niet. Dat is zo oproerig. Ik vind de Cambuur supporters die zijn wat vernieuwder aangelegd, hè? Wat agressief. Alles is daar veel agressiever in Leeuwarden dan hier, vind ik. Jaap de Blauw. Wij vertrouwden het net. De eerste keer dat Sto de Pompenbleren onheerst, tochten wij. Hij had er nog een Cambuur shirtje onder. In je wedstrijd had het worden. Doe weer Sto de Man. Ja, Pie. Ik zag die nog die mandje uitspelen op Rios. Wij op een banken als de achterlijnen helst. Straalde gek met die verdediger. Do, gniezend als een deerskier. Dat die voorzet Gouders op een achterbal uitdraaide. Jaap, daar wordt al lang net meer op praat. En ik ben Jaap de Blauw. En u heeft hier gespeeld en bij Cambuur. Ik heb niet hier gespeeld, want dit is een nieuw stadion, maar ik heb wel bij beide elftallen gespeeld. Wat is het verschil tussen die mensen? U heeft in beide kleedkamers gezeten. Ja, vroeger was natuurlijk Cambuur de rijke vereniging en Heerenveen de armoeclub. Zo kwam het dus ook over. En er werd enorm tegen Cambuur opgezien. Dus men moest het hier van oud papier hebben. En dat is nu andersom. Dat is wel een verschil. En vroeger hadden ze daar echt problemen mee. Hoe was dat? Om als speler eerst bij de ene en dan bij de andere te spelen? Ja, dat was natuurlijk voor de Friesland heel vreemd, want ik was natuurlijk een Cambuurman op een top en toen bij Heerenveen, dus ik werd beschouwd als een grote overloper.
En er zijn nog mensen in Leeuwarden die nog boos op mij zijn. Ik heb op het werk is een collega die heeft er nog altijd problemen mee dat ik hier ben gaan voetballen. Je moet het dus vergelijken met Sparta Feyenoord, of Ajax Feyenoord, of Ajax PSV, of een grote wedstrijd in Joegoslavië, hè, vroeger. Hè, Hajduk Split tegen Partizan Belgrado of zo, of Rode Ster tegen Partizan. Hè. Komen hier minder mensen, want er kunnen minder in. Maar in die orde van grootte is het. Dus het is voor de supporter ongelooflijk belangrijk. En hebben ze het gesnapt? Ik denk dat ze dat heel goed snappen. Ja. Ja, dat kan ik wel aardig uitleggen, hoor. Nou. Wie spelen er? Van ons? Wij zijn de rode, Vonk. Max is geschorst, dus jammer voor Max en voor ons ook. Max Houtuin, dat is Aardig Radomski, dit is Hansma, dit is Tieme Klompen. Dit is Dorien Mitrita, dit is Jef Telan, dit is Boudewijn Paulplaats, dit is Gerard de Nooy, dit is Jan de Visser, Samatschik en Dennis de Nooy. Fries bloed zoog oog van Doris boze sierde en boze trog u zieren oog. Vleer op bij sjoom het beste loon van de ierde, het Frieske loon voor eer en roog. Klink dan in daver je vier in het roer. Dien orde ere, o Frieske groen. Klink dan in daver je vier in het roer. Dien orde ere, o Frieske groen. Jansen, leg hem nou weg, joh! Lengte! Het is jammer dat ik het zeggen moet. Ik woon in Leeuwarden. Ik hoop dat het Cambuur ook heel goed gaat. Ja. Heel goed. Maar ik moet eerlijk zeggen, Heerenveen is toch de provincieclub. Nou, dat ben ik dus weer niet met hem. Ja, ik wel. Maar dat noem ik maar weer slap geloof van hem. Ja, ja. Nee, hey, nee. Leeuwarden is altijd naar de hoofdstad. Ja. Maar weet je wat het met Heerenveen is? Als je die krant leest, ze willen zelf Heerenveen de hoofdstad van Friesland maken. Dat is jullie misschien niet bekend, maar daar willen ze helemaal op uit. Alles gaat er naartoe. Wat maakt dat uit? Maakt het uit? Een dorp met 25.000 inwoners? Nou, maar wel een hele goede voetbalclub, toch? Ja, met allemaal buitenlanders. Ja. Wij hebben bij Cambuur natuurlijk een aantal echte Friezen. Hè? Hoeveel? Wij hebben er in totaal 8. Zo. Dat is behoorlijk veel. Wij hebben van de week nog gespeeld de wedstrijd Friesland tegen de rest van de wereld. Een heroïsch duel, waarbij de Friezen toch aan de langste eind trokken. Dus het vloog erop en... Ik heb ook gezegd, wij moeten op dezelfde manier met onze eigen ploeg spelen in dat duel tegen Heerenveen. En dan komt het wel goed met Cambuur Leeuwarden. Ja. En met wie? Wij spelen in de volgende opstelling met Wim de Ron in de goal. Met achterin Geert-Jelle de Vries, Greg Beurhalte en Johan Abma. Elsinga, Roy Hendriksen, Peter de Roo. Voorin spelen we met Doedemoes Sokkel aan de rechterkant, met Schepers als schaduwspits, met Dijkhuizen als diepe spits en met René van Rijswijk als linkerspits. Dus een vrij aanvallend ingestelde ploeg. Al die spelers uit Holland en alle omstreken, die komen hier allemaal heen. Die krijgen allemaal echte roomboter en echte Friese aardappelen. En ja, dan groeien ze aan ze. Laten we nu eens over het voetbal hebben. Dat komt er niet op. Dat slaat nergens op. Hoe communiceer jij met jouw Friese spelers? Want jij hebt het nadeel van veel Friese spelers in de ploeg. Jawel, maar ik probeer ook wel regelmatig in het Fries wat te zeggen, hoor. Als ik binnenkom, agoeien. Of laatste tijd staat het water natuurlijk hoog. Het wetten steed heeg. Dus ik ga ook wel redelijk die taal al spreken. Plus het feit dat ik een assistent heb, hè, Jan Schulting, die mij alle ins en outs van die taal wil leren. Hij vertaalt gewoon alles. Ja, Jan is daar heel, natuurlijk heel belangrijk in. Juist. Mag ik je, hoe heet het, Jan? Veel succes wensen. Volle lok. Volle lok.
Dankjewel. Nou, ik kan je dat niet eens in het Fries zeggen, dankjewel. Jan?